Hallo lieve maagd, welkom bij jullie maandreading voor de maand mei. Ik begin zo meteen met twee overal energiekaartjes. Ik pak nog een engelenboodschap erbij en vervolgens gaan we met de tarot verder. Kijk echt wel even of dat de video met je resoneert. Het kan namelijk niet met iedereen resoneren, maar kijk dan vooral even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Dan zit daar voor nu jouw boodschap in. Beneden in de beschrijving zal ik een linkje zetten hoe je dit kunt uitrekenen. Nou, we zullen eens even beginnen. Eerst met twee overal energiekaartjes. En die. Oké. Nou, we gaan dit keer gewoon echt even de diepte in op het liefdesvlak. Ik ben heel benieuwd wat er voor jullie in mei op tafel gaat komen. Ik heb hier al bekijk het vanuit een hoger perspectief. Een aha momentje of een nieuwe kijk. En we hebben ontmoeting. Elke ontmoeting in het leven heeft een reden. En soms zijn ze fijn, soms zijn ze pijnlijk, maar allemaal voor jouw persoonlijke groei. Dus er zijn dus mensen die jouw pad aan het kruisen zijn. En waar je misschien zelf van denkt van, nou, dat heeft geen betekenis of juist wel. Maar er zijn altijd mensen die jou als een soort leermeester jouw pad kruisen om jouw nieuwe inzichten te verschaffen. Maar we gaan eens even kijken waar deze kaarten mee te maken hebben. We pakken nog een engelenboodschap erbij. Oké, we hebben Adriana. Ik leid je naar het antwoord op je vragen. Luister naar je intuïtie, je gedachten en je dromen. En volg de stappen die ik je op deze wijze geef. En dat zie je ook weer een trap naar boven. Inzichten die je dus van een hoger perspectief mag gaan ontvangen. En je heel veel inzichten gaat krijgen als jij dit op deze manier voortgaat. Integreren in jouw systeem. Dat je soms ook echt vanuit een ander oogpunt mag gaan kijken. Vanuit het oogpunt van een ander. Vanuit een andere situatie of handeling of wat dan ook. Daar zul jij veel meer mee kunnen gaan bereiken. Maar we gaan eens even kijken met de tarot op liefdesvlak. Wat mogen we voor jullie maagd weten voor deze maand? Waar de ontmoeting mee te maken heeft. Of dat er echt wel iemand jouw pad gaat kruisen. Of dat dit gewoon voor tijdelijk was. Ik ben benieuwd. We hebben de 10 van bekers, de 10 van zwaarden. Dus er is een persoon in jouw leven geweest waar jij heel veel geluk mee hebt gehad. Of dat jij zelf het geluk voor ogen hebt gehouden. En dit is beëindigd. Om welke reden dan ook. Of dat het je eigen keuze is geweest of van een ander. Het is beëindigd. Er is een einde aangekomen en dat was best wel abrupt. En voor mij voelt het ook dat jullie al heel lang bij elkaar waren. En het er op een gegeven moment ingeslopen is dat de verbinding die jullie vroeger hadden niet meer de verbinding was die jullie nu zouden willen voelen. En dan ga je dus ook inzien dat bepaalde lessen op je pad komen, bepaalde relaties op je pad komen, om welke reden dan ook. En je zult dat momentje ook gaan ontvangen, van dat kwartje gaat vallen, die inzichten ga je krijgen. Je komt op een punt dat je die inzicht krijgt vanuit een hoger perspectief. De gehangende voelt voor mij ook wel op dat moment. Moet hij op kop? Ja, je bent... jouw intuïtie heb je heel lang vastgezet. Ben je niet naar gaan luisteren, ben je eigenlijk niet vanuit gegaan. Terwijl als we dan gaan kijken, het heeft jou daarin verder niet de verrijking gegeven die jij nodig had. En dat zou zomaar kunnen zijn dat je je eigen dus een beetje aan het verloochenen bent geweest om het vast te houden aan een relatie. Terwijl je zelf eigenlijk wel voelt van, ik mag meer vanuit mijn intuïtie gaan handelen. Dit heb ik niet gedaan. Het universum, die zet er wel even een steekt er een stokje voor. Je hebt zoveel wijsheden in je zitten. Maar van de andere kant, probeer jij vast te houden aan iets wat gewoon niet meer
juist is op dit moment in jouw leven. En mocht dit zo zijn dat jij nog in een verbinding zit, of dat je die verbinding al verlaten hebt op energetisch niveau, zit jij nog steeds in connectie. En dat is ook waarin dus nu het universum duidelijk aangeeft, ga hiermee aan de slag, want het is de tijd ervoor. Ga inzien dat mensen je pad kruisen, om welke reden dan ook. Er zijn mensen die jouw pad kruisen of in je leven zijn om lessen te leren, om karma te incasseren, om inzichten te geven, om je hart misschien weer even te openen, of een bepaald gevoel weer in je systeem te krijgen. Dingen wat je misschien al heel lang niet meer hebt gevoeld en ervaren. Maar alles is om een reden. Alles. En het voelt voor mij dat als ik zo ga kijken, ik ga er daar even dieper op in. Vooral met de 7 van staven in het midden. Als ik zo het rijtje ga bekijken, mag je dus echt gaan groeien in je energiepeil. Je mag energiefrequentie. Je staat eigenlijk al in een hogere frequentieniveau, maar je bent het zelf aan het blokkeren. Als je dit om gaat buigen, zul je merken dat je echt al veel verder bent op intuïtief niveau, als dat je zelf eigenlijk in wilde zien. Omdat je vast bent blijven houden aan een verbinding die niet meer werkt voor jou. En dat is ook een stukje blokkade wat ik ervaar bij jou. Maar de mogelijke uitkomst wat hier dus echt wel ligt, onderkant dekt, de 6 van staven, dus het zal een succes zijn. Je gaat een bepaalde succes weer krijgen en ervaren. En je kunt weer een nieuwe stabiliteit neer gaan zetten voor jezelf. Het begint dus op dit moment echt liefde in jezelf creëren. Bepaalde elementen omarmen wat er in jouw leven is gebeurd, om welke reden dan ook. Maar de mogelijke uitkomst is wel dat je daadwerkelijk een nieuwe kans krijgt. Als je trouw blijft aan jezelf, als je inziet dat bepaalde personen op jouw pad mogen komen om jou weer een les te leren, of om karma te incasseren, of wat dan ook. Uiteindelijk zul jij die verlichting gaan voelen. En uiteindelijk sta je dus op een niveau dat je al heel veel doorvoelt en doorleefd hebt. Dat je dus ook echt wel angsten achter je kunt laten. Dat je die strijd wat je heel lang hebt gehad los kunt laten. Want het voelt voor mij wel echt als bepaalde verdedigingsmechanismen waar je achter probeert te schuilen. En daar is waar het universum nu hier van zegt van ja, tot hier en niet verder. Misschien ook wel bang zijn om op eigen benen te gaan staan. Mocht je dus nog in een verbinding gaan of zitten. Bang zijn om op je eigen benen te gaan staan. Er is toch nog wel. De 5 van staven staat voor mij oefeningen. Het voelt voor mij niet als een strijd. Ja, strijd in jezelf om het intuïtieve deel meester te worden. En hier ga jij in groeien, mits jij dus niet meer die blokkade hier tussen laat zitten. En die blokkade voelt voor mij het stukje relatie of verbinding waar jij in hebt gezeten of nog in zit. Want de horizon, de zon staat aan de andere kant. Als jij dus jouw blik naar het andere kant gaat ombuigen, daadwerkelijk je eigen om weet te draaien, dan kun je nieuwe inzichten krijgen. Dan krijg je een nieuw aanbod om vooruit te gaan. Dan kun je het oude verdriet ook los gaan laten. Dan kun je dus ook echt een succes gaan boeken. En dan kun je een nieuwe stabiliteit neer gaan zetten. En dit is langzaam hoor, want het is een langzame energie. Maar dat is niet erg, want daardoor kun je wel weer in jouw godinnenenergie gaan staan. Kun je weer die kracht tot je nemen. En kun je dus ook inzien en ook accepteren dat bepaalde lessen er zijn om een reden. Bepaalde personen in je leven komen om een reden. En wat die reden dan ook, deze durf jij dan ook te omarmen. Deze durf je dan ook te accepteren, hoe pijnlijk het soms ook is. Jij staat dan wel op een punt dat je antwoorden zocht. Je hebt die vragen, antwoorden gekregen op vragen die je eigenlijk altijd hebt gehouden. Waarom dit, waarom dat en waarom overkomt mij dit nu? Al die vragen zitten in jouw intuïtie al. Als je daarna gaat luisteren, zul je eigenlijk al je puzzelstukjes zover al neer kunnen leggen. En dan heb je ze misschien nog niet allemaal op de plek liggen waar ze letterlijk in die puzzel horen. Maar je hebt dan wel alle kaarten op tafel liggen. En vanuit daar kun je gaan schuiven. En kijken wat voor jou passend is. Hoe het voor jou werkt. Want het is daadwerkelijk dat jij mag gaan oefenen en leren
waar jouw kern zit, waar jouw waarheid zit, hoe jouw pad bewandeld mag worden. En je zult nog wel eens je neus gaan stoten, maar dat is helemaal niet erg. Maar zolang jij trouw blijft aan jezelf, kun jij heel veel stukken doorlopen. Kom jij veel verder als dat jij voorheen dacht dat je zou kunnen komen. Maar we pakken nog eens even de andere kaarten erbij om nog een beetje een diepere verhaallijn te gaan pakken. De koning van zwaarden. De page van munten. En een zeven van staven. Zeven van staven hebben we hier ook al liggen. Het voelt voor mij dat dit jouw eigen energie is. Dat jij eerlijk gaat zijn. Je gaat met een bepaald oogpunt naar kijken. Heel veel waarheden heb je al in je. En uiteindelijk kun je dus ook accepteren dat die knoop doorgehakt wordt door het universum. Dat het abrupt einde er is. En alhoewel er echt wel veel pijn en verdriet hiermee gemoeid gaat, je weet dit wel meester te worden. En je kunt die eigen stabiliteit weer voor jezelf op gaan bouwen. Ook als we dan hier gaan kijken met de ridder van munten. Hier ligt de page, dus de page is nog echt de vernieuwde energie. De leerling, zeg maar. Hier ben je al een stukje verder. En dit komt omdat jij dus je kracht gaat gebruiken om uit die situatie te breken. Om daadwerkelijk die keuze te maken van oké, ik zat gevangen. Ik heb me lang daarin vastgehouden. Ik ben het vanuit een ander oogpunt gaan bekijken. Ik kon omdraaien, maar dat wilde ik niet. Uiteindelijk draai je om en stap je eruit. Dus je bent echt al van ver gekomen. En dan mag je heel trots op zijn dat je dit nu al in bent gaan zien. En dat je deze stappen ook bent gaan doorlopen. En dan zul je ook steeds meer aansluiting vinden bij gelijke stemden. En als we dan over gelijke stemden hebben, zal het ook zomaar kunnen zijn dat jij dus meer, misschien ga je wel een retreat weekend doen, of ga jij op Instagram volg je iemand die een ontmoetingswandeling gaat organiseren, dat je met elkaar lekker gaat wandelen en kunt connecten met mensen die ook zo'n situaties hebben gehad, dat je daarin die connectie kunt leggen van hoe heb jij dit gedaan en hoe voelde jij je eigen, en dat je je verhaal kwijt kunt. En het voelt voor mij echt dat je steeds meer in het juiste cirkeltje terecht gaat komen. Hier hebben we ook drie cirkeltjes, hè? Dat is eigenlijk bijzonder. Hier zie je het ook. Ik krijg het gevoel dat als je dit aan het doorlopen bent, dat je steeds meer mensen op je pad krijgt waar jij die gelijke stemdheid mee ervaart. En onderkant dek hebben we de zes van bekers. Met de negen of drie van zwaarden. Het voelt dus voor mij dat als jij al jouw hartzeer gaat oplossen, dan kan er een soulmate jouw kant uitkomen. En het kan nog wel eens zijn dat die soulmate al tijdens die ontmoeting met die gelijke stemde al op je pad gaat komen. Waar je heel veel vertrouwen in hebt. Of heel veel matchingsgevoel mee hebt van heel veel gelijkheid, zelfde soort situaties, een beetje synchroon hebben gelopen aan elkaar. En het voelt voor mij dat je daar echt wel een diepe verbinding mee gaat krijgen. Een langzame energie, dus het gaat stabiel langzaam groeien. Wel belangrijk dus die hartzeer voor jezelf op te gaan lossen. Want alleen dan krijg je ruimte om ook echt ruimte voor deze persoon te krijgen. En het wil niet zeggen dat het op liefdesvlak, op romantisch vlak is. Een soulmate kan ook op jouw pad komen als vriendschap. En het is misschien iemand uit je familie of wat dan ook. Een soulmate kan vele vormen aannemen. Van vriendschap tot leraar tot lovers, van alles. Dus kijk, pin daar niet op vast. Van, als je dan zegt van ja, ik wil een soulmate op een pad en het moet liefde zijn en vooral dat stukje moeten. Want dan zet je je eigen weer vast. Dan stap je dus weer niet over, over die blokkade heen. Waar je dus hier zo hard aan hebt gewerkt om dat wel voor elkaar te gaan krijgen. Dus jouw aandachtspuntje is,
Zolang jij dus vast blijft houden. En dat voelt voor mij aan de verbinding die hier ligt. Die hier al als eerste op tafel kwam. Dat voelt voor mij als jij daar te veel aan vast blijft klampen. Ondanks dat het universum jou een pijnlijk einde gaat geven. Ondanks wat dan ook. En je blijft er op energetisch niveau continu nog mee in verbinding. Dan zal jouw pad niet verder kunnen gaan stromen en zal die gaan stagneren. En dan zul jij op het punt blijven staan met veel pijn, verdriet en vooral radeloosheid. Terwijl er zo'n mooie toekomst voor jou mogelijk zou kunnen zijn als jij dit niet zou gaan blokkeren. En dat is het stukje wat voor mij voelt dat je dus niet altijd de touwtjes in handen moet nemen en vast blijft houden aan iets wat niet meer dient. Je mag hierboven gaan staan. Vooral als we dan ook kijken naar de 7 van staven hier en hier. Je mag boven deze situatie gaan staan. In dit geval voelt deze kaart dus heel anders als wat ik hem normaal zou interpreteren. Maar zoals ik altijd zeg, ik lees ze intuïtief. De boodschappen wat ik doorkrijg wil niet altijd precies de boodschap zijn die in de originele tarot daarvoor bestemd is. We hadden net natuurlijk het huis die hier vast zit. Dat je die vastklemt. Hier sta je voor het huis. En heb je nog wel een koord vast. Maar van de andere kant kun je ook die ballon pakken en die vrijheid weer gaan voelen. Dus het is echt aan jou wat je meedoet. En daar gaat een stukje mee gepaard dat je echt die eigen ontwikkeling verder mag gaan doorvoelen. Aan mag gaan werken. Die transformatie waar je dus in bent gestapt, vanuit het universum eigenlijk in bent geduwd. Omdat er een situatie afgesloten moest gaan worden om jou vervolgens los te laten breken in deze situatie. Je mag er nog meer aandacht aan geven. En dat heeft ook mee te maken dat er toch echt nog wel wat pijnstukken zijn die de aandacht nodig hebben en vereist om te helen. En vanuit daar zul je die verlichting gaan voelen. Zul je ook merken dat je die koordjes niet meer vast hoeft te houden. En dat je daadwerkelijk ook echt over dat hekje vast makkelijk kunt heen stappen. En dat je een nieuwe doorstroom mag gaan voelen. En stabiliteit ben je zeker wel voor jezelf neer aan het zetten. Maar het gaat langzaam. En dat is ook wat jouw beperking is in dit stukje. En ik noem het even een beperking. Want dit is iets waar jou elke keer weer tegen zal kunnen gaan houden. Waardoor je dus toch weer vast blijft zitten. Van god, ik heb al zoveel gedaan. En ik heb dit al gedaan en dat. En toch voel ik die vooruitgang niet. Dat kan ook niet. Want iets stabiels neerzetten heeft gewoon tijd nodig. Oude pijnstukken die er al 30, 40 jaar in jouw systeem zijn gegroeid, kan niet in een jaar tijd weg zijn. Daar gaat gewoon tijd overheen. En dat is iets waar mensen zich eigen vaak heel erg in vergissen. En waar je dus wel rekening mee mag gaan houden als dit zo gaat lopen voor je. Ik pak nog 1 engelenkaart als afsluiting voor jullie reading voor deze maand. En dan hoop ik dat ik jullie een mooie boodschap over heb mogen brengen. Je mag dan altijd wel een berichtje of een like achterlaten. Mocht de reading totaal niet met je resoneren, kijk dan echt bij je maanteken, venusteken of ascendant. Wat mogen we weten als laatste afsluiting voor de lieve maagd? Oké, we hebben bespiegeling. Engelen van zegeningen. Vraag ons je te helpen de zegeningen te zien die je nu, die nu nog aan je zicht zijn onttrokken. En speel mee. Er speelt meer dan je denkt. En dat is ook het stukje als jij het vanuit een hoger perspectief gaat bekijken. Dat je je eigen misschien heel erg lang vast hebt gezet in een situatie. Als je deze zegeningen gaat tellen en ook gaat omarmen, dat er nieuwe mogelijkheden pas mogelijk voor je zijn, als je ook daadwerkelijk een oud stuk los kunt gaan laten, en dan heeft ook dat stukje heling daarmee te maken, dan kun jij een nieuwe doorstart gaan maken, lieve ziel. Ik hoop dus dat je hier iets aan hebt gehad. Voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken, en tot de volgende video. Doei doei!